Goedendag allemaal, mijn naam is Arshazad en namens FXLED heet ik jullie allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we ditmaal wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel. De titel verraadt het al een beetje, een appeltje voor de dorst. Zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we door naar FXLED. Het is vrij eenvoudig. We zijn al meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening en eenmaal de MetaTrader beleggingsrekening. Kijken we kort naar de MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u dus wereldwijd beleggen in vrijwel alle derivaten in CFD-vorm. En dat kan dus met 0 euro transactiekosten. Dus u heeft geen fees of andere soorten commissies voor het uitvoeren van de orders. Voor de rest, het voeren van de beleggingsrekening is ook volledig kosteloos. Dus de beheerkosten die zijn ook 0 euro. Het openen van zo'n MetaTrader beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk online via de fxflat.nl website en is al mogelijk vanaf een storting van 200 euro. Wat verder vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij fxflat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. Tot slot, wilt u kennis maken met MetaTrader, wilt u kennis maken met het daytraden, het daghandelen of gewoon oefenen, dan kunt u gebruik maken van de demo beleggingsrekening. En hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen, oefenen, testen en dat ook nog eens met real-time koersen. Dan gaan we door naar de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we dus vandaag ook samen met Tom een kijkje nemen in de online versie, in het TWS accountbeheer. Met deze beleggingsrekening kunt u dus wereldwijd beleggen in vrijwel alle mogelijke aandelen, opties, ETF's enzovoort, op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Dat kan dus onder meer met vanaf 1,90 euro aan transactiekosten voor de aandelen, opties, ETF's enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen, die zijn al te beleggen vanaf 1 dollar cent per aandeel. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat ook heel gemakkelijk via de fxflat.nl website en is al mogelijk vanaf een storting van 2000 euro. En ook voor deze beleggingsrekening heeft u wederom geen beheerkosten of andere soorten fees of maandelijkse kosten voor het voeren van de rekening. Wilt u daarnaast de overstap maken van uw huidige broker naar FXLED, dan kunt u eventueel gebruik maken van een depotoverdracht en op die manier alles gemakkelijk over te brengen. Daarnaast bieden we ook nog als een van de weinige brokers de mogelijkheid aan tot een zakelijke beleggingsrekening. Dus heeft u bijvoorbeeld een BW of een eenmanszaak, wilt u daarmee aan de slag gaan om te beleggen, dan kunt u hiervan gebruik maken. Tot slot, net zoals de MetaTrader rekening, hebben we hiervoor ook een demo beleggingsrekening. En hiermee kunt u dus rondkijken, oefenen, kennis maken en dat allemaal voor een periode van 30 dagen. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de vragen. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Arash. Ditmaal wederom een interessante analyse van een groot aandeel. De titel verraadt het al. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, nou, welkom iedereen. Voordat ik naar Apple ga, want dat is de aandeel waar ik het over ga hebben, eerst eventjes naar de economische kalender van Amerika. Nou, maandag hebben we gehad. Vandaag zijn er ook het een en ander aan dingen. Het is verstandig om ook daar naar te kijken van wat komt er allemaal. Dit staat op Financial. En als we dan verder naar beneden gaan, dan zien we ook wanneer komen ze met de cijfers. Nou, maandag hebben we dus gisteren al gehad. Vandaag komen BP. Onder andere Ford komt met cijfers, Marathon Petroleum komt ermee, Pfizer, Starbucks, Uber, nou. En donderdag Apple. Dus dat is ook weer eventjes iets. Dus ik zit nu net voor de cijfers. Dat is geen goed moment om naar een aandeel te kijken, want je kan beter daarna kijken. Want de verrassing van de cijfers wil je eigenlijk bijna altijd niet in de aandeel zitten. In de meeste gevallen pakt dat slecht uit. En ja, dan kan je beter daarna kopen. Dus
wat ik ook zeg vandaag, hè, er is geen aanbeveling om te kopen en zeker niet met haast. We gaan eventjes kijken naar, daar wil ik niet, ik wilde hierheen. Ik heb dit aandeel heb ik een paar maanden geleden in februari ook al besproken. En als we dan gaan kijken hoe het er toen uitzag, toen was de koers, moet ik even spieken waar die zit, was volgens mij ergens 154 of zo, maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee, nu zie ik niet, er verandert niks, even zien. Ja, dat kan ik dus even niet zien. Oh ja, hier 151 staat er in de grafiek. Dus een paar maanden geleden, februari, heb ik het ook besproken. Toen was het 151, nu is het 169. Dus het is ietsje beter gegaan met Apple. Nou, wat is nu het geval? Het bedrijf is 2683 miljard waard. Dus 2,68 biljoen. En dat is heel veel. En de koers-winstverhouding is 28,8. Dat is ook heel veel. Want als we gaan kijken naar die koers-winstverhouding, trouwens de dividend is 0,5%. Als we kijken naar die koers-winstverhouding en we gaan zien hoe dat gaat veranderen, dan verandert dat niet. Dus de groei is eruit. En dat is niet zo gek bij een bedrijf, 2,6 biljoen. Dan de PEG-ratio 2,8. Dit is een fantastisch bedrijf, maar je betaalt er dus ook gigantisch voor. Laat dat duidelijk zijn. Kijken we naar de winstcijfers. Profit margin 24,5%. Operating margin 29%. Return on asset 19,5%. Return on equity bijna 150%. Prachtige cijfers. Dat het echt heel duidelijk zijn. Een omzet van 387 miljard is ook enorm. Maar wat ik al zei, de groei is eruit. Je ziet het ook met de winst. En wat er ook het geval is, dat is heel erg belangrijk. Ze hebben een vrije kasstroom van 84,7 miljard. Dus hoe het bedrijf ook loopt, voor wat betreft de winstgevendheid, loopt het terug. Het klotst tegen de plinten op de geld. Er komt gigantisch veel geld binnen. En dan is de vraag, wat kan Apple daarmee doen? Ze kunnen de wereld kopen, bij wijze van spreken. Maar doen ze dat ook? Wat gaan ze nu doen? Nou, er zullen die cijfers moeten blijken. Waar ze bijvoorbeeld mee gaan komen, waarschijnlijk, ik speculeer, is bijvoorbeeld met zo'n headset, zo'n VR-headset. Is dat dan de kaskraker? Ik geloof er niks van. Nou, er zal ook alweer een nieuwe versie van de iPhone komen. Dat is een grote hit natuurlijk, die iPhone. Maar ja, ze hebben het al een beetje gehad. Kijk, het is nog steeds zo dat ontwerpers allemaal met Apple werken. Dat blijft zo. En Apple-gebruikers zitten in dat systeem. Dus dat blijft ook zo. Die maken omzet. En dat is goed. Er blijft een enorme omzet. Blijft er bestaan. En daarom is het bedrijf ook zo ongelooflijk groot. De vraag is, met al dat geld, wat doe je daar dan mee? Ga je andere bedrijven kopen? En kan je daarmee groeien? Of ga je het uitkeren als dividend? Ga je eigen aandelen inkopen? Wat ga je doen? Nou, eigen aandelen inkopen zou ik een hele slechte zaak vinden. Want die aandelen zijn vreselijk duur. Dus als ze zeggen, we gaan aan eigen aandelen inkopen. Dan is het wat mij betreft echt een heel slecht teken. Want dat moet je nu als bedrijf niet doen. Daar betaal je er veel te veel voor. Je kan dividend uitkeren, dat zou kunnen. Maar eigenlijk moet je natuurlijk ja, dat geld gaan inzetten om te ondernemen. Dus of zelf iets ontwikkelen. Ga er maar aan staan om nog weer zoiets als een iPhone te ontwikkelen. Of je gaat dingen kopen. Dat je zegt, nou, ik kijk naar andere bedrijven en dan koop ik. Of ik ga een hele andere sector ga ik in. Ook Apple is aan het verschuiven. He, je ziet dat met andere bedrijven ook. En Amazon was natuurlijk een boekhandel. Werd daarna een warenhuis, maar dan online. En werd vervolgens de grootste webhost ter wereld. Nou, zo kan je dus ook zien dat het verschuift. En Apple zal naar mijn idee ook gaan verschuiven. Naar meer services. Dat is omdat ze natuurlijk hun eigen netwerk hebben. Waarbij hun gebruikers ook in hun eigen wereldje blijven. Maar misschien ook wel op een heel ander vlak bezig gaat. He, ze zijn bezig geweest met auto's. Dus er kan van alles gebeuren. Maar ik zie het nu nog niet. Nou, kijken we naar de winst. De payout ratio is 15,5%. En dat is dan 0,5% dividend. Dus er zit nog best wel wat ruimte in om die dividend te verhogen. Daar hebben ze ook genoeg in de kas voor. Ze hebben 111 miljard aan schulden, 51 miljard aan cash, maar 84 miljard komt er na belastingen gewoon binnen als kasstroom. Dus die schuld, ja, die hebben ze wel, maar ja, dat is meer om meer rendement op eigen vermogen te maken. Want ze hoeven die schuld niet te hebben. Alleen het is
in sommige gevallen gewoon onverstandig om geen schuld te hebben. Want dan maak je minder rendement op eigen vermogen. Hoe gek het ook klinkt, een schuld is dan een positieve zaak voor de cijfers. Nou, dan wil ik toch even gaan kijken hoe het zit met verschillende zaken. We kennen natuurlijk de feit dat hier de grote jongens in zitten. Alleen Berkshire Hathaway zit ertussen. Die heeft ook een flink stukje aandelenpakket hier zitten. Kijken we, dan zien we dat de top aan het verkopen is. Dat is wel van belang. En het gaat om behoorlijk wat geld. En die gaan om gewoon 10 miljoen, de man, zijn ze aan het verkopen. Dus dat is wel even een puntje om in de gaten te houden. Ik denk dat dat niet onverstandig is, maar dat gaan we zo meteen zien. Het is wel een signaal wat ze afgeven in feite. We zien nog steeds, dat was ook in februari, dat de winst terugloopt. En voor volgend jaar is dat minder, maar voor dit jaar is het wel aanwezig. Dus dat is ook wel even een puntje om mee te nemen. En als we gaan kijken naar de omzet. Ja, dat is natuurlijk opgelopen. Maar de groei neemt af. Dat is echt van belang dat dat het geval is. En als je kijkt naar de gross, de bruto winst. Ook die loopt even ietsje terug. Ze zitten al een top. En dan is het de vraag, ga je daar doorheen? Of... ja, ga je weer groeien. We zien ook dat de laatste maanden de koers flink is gestegen. Van 125 naar 170. En dan zien we ook dat hier in augustus vorig jaar. Dat daar ook een top is gezet. En daar zijn we bijna. Ik denk zelf dat we hier aan het toppen zijn. En dat we eigenlijk na de cijfers van donderdag. Dat we omlaag gaan. Dat zal misschien niet direct gaan, maar ik heb niet het idee dat Apple nu het momentum heeft en krijgt om door te gaan. Daar zit nog wat bij, want het gaat niet alleen om Apple, hoe gek het ook klinkt. We hebben vanochtend in een Beursbox nieuwsbrief kunnen lezen dat Yellen, minister van Financiën in Amerika, dat die heeft gezegd dat op 1 juni mogelijk het geld van de Amerikaanse regering op is. En ik verwacht daar een probleem. Omdat die MAGA-politici het een zorg zal zijn dat die Amerikaanse economie instort. Daar zijn ze gewoon niet mee bezig. Ze realiseren niet wat ze gaan veroorzaken door hier gewoon een poot stijf te houden. En ze zeggen gewoon van nou, laat het allemaal instorten. Dat heeft Biden gedaan, zal ons niet raken. Nou, het zal ze wel raken, maar... dus ik verwacht dat daar een probleem ontstaat. En daar gaan bedrijven dan ook last van krijgen, verwacht ik. Dus in die zin is het een mooi moment om te zeggen van als je de aandelen hebt, van overweeg om of de aandelen te verkopen of schrijf opties. En dan met name de call opties schrijven. Dat zou een mogelijkheid zijn, maar dan moet je wel weten hoe opties werken. En dek het eventueel af met gekochte put opties. En dus daar zit wel een puntje in. Ik denk van oké, daar zou je wat kunnen doen. Maar ik ben geen koper van de aandelen op dit moment. Nou, dan gaan we donderdag gaan we de cijfers zien, waarschijnlijk na beurspas. En dan kan je vrijdag kijken, ja, waar staan we? He, is er iets aan verrassing? Hij zegt, oh, ze gaan toch enorm groeien. Maar ik zie dat nog niet. Ik ben heel benieuwd, ik ga dat wel volgen. Maar ik ben niet zo heel positief. Ik denk dat ze hier de top hebben gehad. En dat je daar even alert op moet zijn van, nou ja, het kan even over zijn. We hebben eigenlijk de afgelopen weken, ja, eigenlijk het hele jaar, we zijn op 1 januari op de bodem zo'n beetje begonnen, hebben we een mooie stijging gezien. Ja, de bomen groeien niet tot in de hemel, het houdt een keertje op. En ik denk dat dit een aardig punt is om ermee op te houden. Gaan we kijken, dit is 2 jaar, dit is 5 jaar. Ja, je ziet het loopt allemaal mooi, maar we zien eigenlijk ook die langere termijn, die daling. En nu dan die op, maar hier ligt echt op 184, ligt echt een zware weerstand. En dus zeg even 185 voor het gemak, daar ligt wel een zware weerstand, daar zitten we vlakbij. Ik verwacht niet dat we daar doorbreken. Aras, zijn er vragen? Nee, dus wat dat betreft allemaal duidelijk. Ik heb hier eventueel nog wel een vraag van Bart. En hij vraagt als Apple zijn productie verschuift naar India, is dat vanwege China? Dat is een goede vraag. Ja, het is deels, maar het gaat, laat het duidelijk zijn, ze gaan wat verschuiven naar India, maar het is niet zo dat ze China al verlaten. Maar Apple realiseert zich ook dat ze met hun productie in China enorm kwetsbaar zijn.
En ze kunnen dus gechanteerd worden door China, maar het kan ook zijn dat de Amerikaanse regering ze op een gegeven moment klem zet. Dus wat ze nu doen, is eigenlijk hun risico verlagen. Ze beginnen met wat productie in India te laten plaatsvinden. Dat is helemaal geen gek idee, want India is natuurlijk ook een land in opkomst. Is eigenlijk nu of al of binnenkort het land met de grootste bevolking. Waar China aan het krimpen is qua bevolking, is India nog steeds aan het groeien. En het is daar goedkoop om productie te laten plaatsvinden. Dus in die zin is het een slimme zet van Apple, want het maakt ze minder kwetsbaar. Maar het is dus niet zo dat daarmee ze China verlaten. Zover is het nog lang niet. Maar het is een eerste stapje. Ik denk dat ze daarmee wel een voorloper op wat anderen zijn, want dat gaat meer gebeuren. India wordt eigenlijk wat China de laatste 20 jaar is geweest. En je zal zien dat er steeds meer van dat productiewerk ook naar India gaat. India is natuurlijk, heeft als voordeel dat ze met Engels al flink goed zitten. De bevolking is goed opgeleid en ze willen ook. En we zien die relatie met China zien we verslechteren, omdat China ja, toch wat ambities heeft om op het wereldtoneel een spel te gaan spelen. Ik denk overigens niet dat China de nummer 1 van de wereld gaat worden. Dat klinkt misschien raar, dat is ook een beetje voortschrijdend inzicht van mij uit, want ik dacht dat ze dat wel zouden gaan worden. Maar door die krimpende bevolking, door de problemen die ze daar eigenlijk ook al hebben, met name vastgoed en leningen, zie ik nog niet zo snel gebeuren dat China de nummer 1 gaat worden. Maar ja, dan moet Amerika het niet verbruiken. En ja, Amerika moet zorgen dat ze wel hun spel goed houden, laat maar zo zeggen. Dat de dollar wel de nummer 1 blijft, dat is voor Amerika belangrijk. Rusland is passé. China, eigenlijk met een bevolkingskrimp, heeft ook weinig kans. India heeft dan wat dat betreft wel hele goede papieren, maar stelt nog helemaal niks voor in de wereld. Heeft ook totaal geen ambities om op het wereldtoneel een rol te spelen. Dat is positief voor India, want dat maakt de kans dat ze ja, eigenlijk in aanvaring komen met Amerika een stuk kleiner. Dus oké, dat was eventjes een zijsprongetje. Zijn er verder vragen? Nee, dat was hem eigenlijk, Tom. Oké, hartstikke mooi. Nou, dan ben ik er morgen weer met een lunchwebinar. Ik dacht dat het morgen de 98, ik dacht 98 of 95, nou, bijna bij de 100 lunchwebinars zitten we aan. Dus dat misschien toch eens nadenken of we daar iets gaan doen om dat te vieren. Maar dat terzijde, het is nog niet de 100ste, maar die komt er wel binnen enkele weken aan. Hij is aan jou, Arsh. Geweldig. Nou, dan zal ik nog even het beeld overnemen ter afsluiting. Daar is hij dan. Tom, wederom hartstikke bedankt. Een uiterst interessante webinar en leuke en interessante analyse. Uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, we zijn altijd te contacteren middels onze gratis klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxlab.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXLab nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.